Lieve mensen, welkom bij een nieuw spel hier op mijn kanaal. Ik heb dit nog niet eerder gedaan. Ik weet dat je kan koken bij dit spel en dat je gerechten kan maken. Het zou beter moeten zijn als de Cooking Simulator die we laatst hebben gespeeld. Maar we gaan zien hoe het is. Ik heb geen idee wat ik kan verwachten. Hé, lieve Sven, hoe is het? Het is weer tijd voor woensdagavond. Zijn er al klaar voor 32 minuten? Dat maakt niet uit. Ik ben er alweer. Ik had een beetje zin om vroeg te beginnen. En ik moet nog wat dingen regelen straks. Vandaar dat ik alvast bezig ben. En ik had eigenlijk nog getwijfeld wat ik het zou verplaatsen naar morgen. Deels omdat mijn haar super vet is. En ik het eigenlijk wel wassen. En eigenlijk niet met een knot op stream wilde komen. Maar ja, nou heb ik het toch maar gedaan. Hallo, ik had toch net de klassieke kitchen nagedrukt. De laptop. Loopt mijn tijd nou al af? Oh shit. Waar is de laptop dan? Daar. Oké. Ik herken je bijna niet met mijn knot. Dankjewel, Sven. Take trout. Wat is trout? Dat is een soort van vis. Oké, er is dus... Is dit de koelkast? Nee, dat is geen koelkast. Daar is de voorraadkast. Ik had een beetje verwacht dat misschien een soort van... advies zou zijn of zo. Of een soort van... Dat is hem. Everything cost money, plates, products. Nou, oké dan. Hoe doe ik nou weer die deur dicht? Oké, zo. Waarom zegt hij dat ik het moet gooien? Ik wil het niet gooien. Is het mijn snijplank? Snijplank? Ja! Gooi het daarheen. Hallo. Dat is beter. Ik moet het met paper, thyme en dille doen. Oké, maar waar zijn dan mijn... Nou, niet hier. Oh, hier. Time. Oh, goeie god. Hoeveel was het ook alweer? 5 gram. Hoe weet ik wat... Oké. Beetje oneven, maar... Time hebben we gehad. Hoe zet ik het nou weer terug in de kast? Oh, zo. Oh, niet daar. Dan dille moet er overheen. Moet daar ook 5 gram. Jazeker. 1, 2, 3, 4, 5. Toch? Minder dan 1 gram? Oh, blijkbaar moet dat wat sneller. Ik snap hem. Waarom zit er nou ineens... Oh, never mind. Ik ben gewoon een beetje stom. Nee, er zit 9 gram van dille op. Ja, dag. Ik doe het gewoon op mijn manier. Er staat change amount to... Oh, die kant moet ik niet op. Wat zit er dan nu op mijn vis? 3 gram, 9 gram, 5 gram. Ja, oké, dat balanceert elkaar wel een beetje uit. Oh nee. Put down. Oké. Oké, en toen? Wat moest ik toen doen? Place on a baking tray. Wat is een baking tray? Not this. Hier. Nee, dit zijn borden. Waar hebben wij een baking tray? Is dat een baking tray? Dit een baking tray? Baking tray? Baking tray? Nope. Oh, sorry. Niet dat hele plankje oppakken. En dan. Beter, ik moet dit gewoon uitprinten of zo. Bak voor 90 seconden. Maar. Ja, dag. Huh? Oké, nou is mooi dat ik er pas mee bezig ben. Maar hoe in de wereld ga ik dit nu bakken? Waar moet ik het bakken? Heb ik ergens een inductiekookplaat? Oh, wacht, dat was gewoon hier. Grapje. Sorry. Grillpan, kookpan. Moet die in de oven? Oh. Is dit een oven?
En dan... Oh, oh, Femke, doe eens rustig met je controls. Maar, hoe doe ik dit in 90 seconden? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moet ik dat zo doen? Oh, een grapje. Ja, dag. Oh nee, doe eens dicht. Hey, zet de timer. Oké. Goed om te weten. Gaat die timer vanzelf uit? Nee, dus. Kutwekker. Weggooien. Dat is een kutgeluid. Burn, baby, burn. Hoe doe ik die dan surfen? Sorry, plate. Ja, ja, ja. Kan ik hem al vastpakken? Een soort van. Fuck you. Waarom heb ik het allemaal aan deze kant gelegd? Ik had gewoon het bordje kunnen... Waarom helemaal daar naartoe? We leggen er alvast maar wat neer. Oh, dat is makkelijk. Ja, dag. Kan die niet naar het bord ernaast? Oh, daar. Oh, die manier. Nee, nee, nee. Gooi het gewoon op het bord. Ja, dag. Weg met je vieze... Een spatel. Even kijken. Horseradish. Wat in de wereld is horseradish? Horseradish. Komt je maar. Ik heb geen idee wat ik nodig heb. Maar ik zet het wel even daar neer. Oh, mijn citroentjes zijn eraf gevallen. Ik ga niet alle citroentjes stoppen. Is dat een helikopter? Ja, sorry hoor, maar ik ga die gewoon op het bord gooien. En... Parsley leaves. Hier hebben we geen parsley. Zat het in de koelkast? Nee. Wat zijn parsley leaves? Nou, die hebben we dus niet. Dus we gaan het serveren. Peter Stelen, ja toch? Maar die, sure. Super sexy. Duurt te lang, ik heb ook honger. Exit. En serve. Uh-oh, is dit mijn eerste gerecht? Oh, het is niet eens per se gefaald. Oh. Oké dan. Waarom is dit niet gefaald? Oké. Maar dat was één bestelling. Oh. Die moet ik hebben. Salmon filet. Oh. Oh shit. Ik heb de koelkast open laten staan. Moet ik mijn dienblad ook niet eventjes... Nee, wacht. Ik moet het eerst nog seasonen. Oh shit. Met peper en zout. Allebei 50 gram. Oh baby burn. Disco inferno. Burn baby burn. Maar hier staat nog steeds minder dan 1 gram. Te laat. Hoe kan ik die... Wacht. Kan ik ook crouchen?
Dat is het dus. Dan zetten we hem eventjes op een pannetje. En dan gaan we even heel gauw rennen naar die kant. Ik ben bang dat ik dit ding laat vallen, joh. Een klein beetje in de pan. Oh! Oh! Ja. Moet het nou gaan... Dat was veel te veel. Waar is mijn wasbak? Ik heb geen was... Oh, sorry. Hey! Nou is het eruit. Oh. Oh, ik zet hem wel even op die. Toink. Toink, zeggen we dan. Oké, dat was een beetje stressvol. Dat moet niet zo. Dat moet met mijn spatel. Is dat alles wat ik moet doen? 30 seconden? 30 seconden? Huh? Nu kan hij zwemmen in mijn cardinalemmen. Oké, dat is al dus één kant. Leg ik die weer even daar neer. Oké, timer. Wacht, was het 60 seconden? Ja. Oh, daar lag ook al een timer. Maar ik ga hem toch een beetje... Ja, iets meer in het midden zetten. Oké. Oké, dat ging op zich wel goed. Wat moeten we meer doen? Ik moet potatoes! Waarom heeft er niemand tegen mij gezegd dat ik potatoes moet doen? Hoe doe ik hier überhaupt ook water in? Ik heb nog nergens een kraan gezien. Ik heb geen idee hoeveel water ik moet hebben. Iemand gezien hoeveel water ik moet hebben? Oh. Uh-oh. Doe normaal. Waar is mijn spatula? Dit is, stressvoller dan ik dacht. Maar vooral omdat ik niet weet hoe ik... Oké, ik moet nog veel meer water hebben. Ik ben iemand die gewoon niet gaat kijken hoeveel water ze erin moet doen. Hoeveel tomaten moet ik hebben? Tomaten. Kijk dat, daar ligt al mijn olie. Oh, nee, gewoon terugzetten, Femke. Er had nog zout in moeten, zie je dat? 150 gram potato. Zie je, een tweede potato. Oké, en toen? Oké, geen idee. Er moet nog zout in, maar daar heb ik geen zin in. En ik heb geen timer aangezet. Of course not. Eigenlijk moet ik dit eerst opruimen. Ja, dag! Ik ga niet elk dingetje één voor één oprapen en weggooien. Straks valt hij er vanaf. Is mijn harde werk voor niets geweest. Is dat hoe we hem willen? Je bent daar! Oh. Geen idee of dat deze al goed zijn, maar... Hoe gooi ik mijn tomaten eruit? Mijn tomaten? Mijn Oh, zo. En hoe doe ik die nou op mijn bord? Super sexy. Waar is die andere tomato? Oké. Nee, niet daarheen. Op het bord. Flip. Is dat hoe het eruit komt te zien? Blijkbaar.
Hoe is dit iets wat je wil serveren? Ik ga er geen foto's van maken, want dat ziet er toch niet uit. Hoe is deze goed? Ik snap het niet. Oké. Hoe in de wereld kom ik hier van mijn water af? Oh. Nou ben ik mijn pan kwijt. Hoe kom ik nu aan een nieuwe pan? Oh, gaan we al een tweede dag doen? Ik wil eigenlijk in de original, in zo'n keuken. Niet in deze lelijke keuken. Oh, dat ziet er wel leuk uit. Toberfest, altijd leuk. Oh, dit is wel echt heel leuk. Maar waarom vond ik dit nou zo vaag? Hoe sluit ik dit af? Wat een vaag spel.